Oké, okay, blijkbaar kwam die daar vandaan. Ik ben sowieso heel slecht in position de laatste. Hey kijkers van mijn aflevering en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rocket League. We spelen 2 tegen 2, gewoon een normale game. En vandaag spelen we een beetje anders dan normaal, want ik heb een controllerprobleem. En dan denk je van, Duncan, een controllerprobleem? Dat is een beetje vreemd dat je daar opeens over praat, want je speelt gewoon. Ik heb een controllerprobleem, ja. Ik ga nu een beetje uitleggen. Ik in ieder geval ga proberen uit te leggen hoe het ongeveer zit. Wat er dus is gebeurd. Ik heb een tijdje terug heb ik veel livestreams gedaan en ik merkte eigenlijk dat ik slechter speelde. En op een dag had ik zoiets van, dit voelt niet goed aan. En oh god, hier ga ik ook alweer. What the fuck? Ik stuur niet goed, weet je. Ik dacht van, dit klopt niet. Dit is niet wat ik indruk op mijn controller. En soms liep je ook vast. Bijvoorbeeld dan wilde ik een bocht maken nadat ik aan het boosten was. En dan bleef ik doorboosten. Of dan kon ik gewoon helemaal niet meer sturen naar überhaupt een kant. En dat was niet fijn. En dat was ook helemaal niet leuk. En ik heb dus uiteindelijk gecheckt wat er mis was met mijn controller. En het blijkt dus, hij is half defect. Nou valt hij gelukkig nog onder garantie. Dus ik kan hem nog gewoon laten repareren. En dat ga ik ook zeker laten doen. Alleen het is gewoon niet zo fijn dat als jij, zeg maar, gewoon lekker aan het gamen bent, dat jouw controller dus random wegvalt. Dus nu speel ik ook gewoon met controller. Ik heb dus heel vaak dat ik gewoon een random fout maak of whatever. Dat ik gewoon helemaal niks meer kan. Hij doet het nu wel stabiel. Ik heb het een beetje ingespeeld en nu werkt hij op zich wel prima. Maar het zit dus vooral in sturen in bochten naar rechts. En gewoon soms dat hij helemaal wegvalt. Ik weet niet wat er dan soms gebeurt. Maar het is echt gewoon niet goed. Het is niet fijn. En ja, ondertussen moet ik dan ook eens proberen een 2v2 wedstrijd te winnen. Dat is ook niet helemaal top. Nou was ik dus ondertussen ook nog bezig met proberen weer Grand Champion te worden, want ik was dus Grand Champion 1200 rating uiteindelijk dit season. Alleen, ik ben nu heel erg gedropt. Ik ben nu Super Champion nog wat. Ik weet niet precies. Oh, nice. Shop, buddy. Ik ben nu Super Champion nog wat. Ik ben heel erg gedropt. Ik speel gewoon niet meer goed. Maar ja, dat komt dus ook een beetje omdat mijn controller dus niet heel fijn aanvoelt of soms bug. Dus ik kan gewoon niet meer op mijn competitive niveau spelen. En dat is echt super, super kut. In ieder geval, ik hoop dat het zo snel mogelijk. Oh, shit. Kijk, daar gaat hij alweer met de bocht. Ik nam die bocht veel te ruim dan dat ik wilde. Maar oké, het maakt niet uit. Ik heb gescoord. Oké. Okay. Het is in ieder geval niet fijn om het te hebben. Maar weet je, op zich, het kan er nu mee door. In ieder geval voor normal games. Alleen, dit is ook de reden waarom jullie zo lang hebben moeten wachten op een Rocket League video. Ik had trouwens wel, wat ik echt super zonde vind. Ik had een video opgenomen met ranked. Dus ik had letterlijk de ranked gameplay opgenomen. En ik kwam dus ook tegen een vriend van mij, die ik in mijn vriendenlijst heb. En dat was een super spannende wedstrijd. En daarna speelde ik ook nog een 3v3 match, die ook super spannend was. En dan was ik dus een 2 tegen 3 comeback had ik gemaakt. Want er was een teammate van mij, die was AFK gegaan, omdat hij heel erg boos was. En toen hadden we alsnog die comeback gemaakt. Ik spoil het nu, want jullie krijgen het toch nooit te zien, helaas. Want mijn opnameprogramma hield ermee op. Super stom. Gebeurt soms. Maar ja, dat is dus wel iets heel stoms wat is gebeurd. En dat had niet moeten gebeuren. Ik vind het heel jammer. Want het was zo'n leuke video geworden. En ik baalde gewoon heel erg van. Maar oké. Okay. In ieder geval, volgende onderwerpje waar ik over wilde praten. Oh my god, bochten maken is heel moeilijk. Vooral naar rechts toe. Holy shit. Het volgende onderwerp waar ik over wil praten was het BWD Open Tournament. Want jullie weten dat ik nu al 2 keer een toernooi heb georganiseerd waarin jullie kijkers kunnen spelen en waarin jullie kijkers ook live mee kunnen kijken naar die wedstrijden. We zijn dus nu bezig, ik en een paar mensen, om een heel groot toernooi op te zetten. Dus waar niet dit keer 16 teams mee kunnen doen en dat dan ook misschien best of 3 is of weet ik veel wat. Dus dat er misschien wel 64 teams mee kunnen doen. I don't know. Ik weet niet hoe groot we het gaan aanpakken en we weten ook nog niet hoe en alles. We hebben in ieder geval wel een website uitgezocht waarin jullie gewoon je wedstrijden kunnen spelen. Dus niet elke livestream wordt live weergegeven, maar ik ga er wel heel veel doen. Dus we zijn er nog een beetje aan het uitvinden, maar het komt helemaal goed. In ieder geval, het kost tijd. Het kost natuurlijk allemaal tijd om dat op te zetten. Maar het gaat heel erg veel beter georganiseerd worden. Dus dat komt helemaal goed. En trouwens, dat schot van daarnet, dat was gewoon mijn eigen fout. Daar kan ik mijn controle niet voor blamen. Maar ja, ondertussen heb ik dus wel een probleem dat ik dus niet echt hele leuke of beste gameplay kan hebben. En daarnaast, als mijn controller verzonden is naar de winkel om uiteindelijk gerepareerd te worden, dan heb ik natuurlijk ook gewoon niks om Rocket League mee te spelen. Dus wat ik waarschijnlijk ga doen, is binnenkort even een aankondigingsvideo maken voor een mini-toernooitje. Dus er komt eigenlijk de BFD Open 3. Dat zal dus een mini-toernooitje worden. Oh, please, stuur naar rechts. Come on, what the fuck. Ik wilde gewoon die goal maken, maar hij stuurde niet. Verdomme. Oh my god. In ieder geval, waar ik dus weer verder wilde gaan. Oh, oké, wacht, ik scroll nu. I don't even know. Ik zag gewoon my bad in de chat. Ik weet niet.
Oh god. Maar oké, in ieder geval, BVD Open 3 wordt dus waarschijnlijk een mini-toernooitje. Ik denk dat er hooguit 8 teams mee gaan doen, denk ik. En dan 3v3. En dat dan elke wedstrijd gebroadcast wordt met een best of 3 combinatie. Dat denk ik in ieder geval. Dus dat wordt een mini-versie. En dan kan je misschien verwachten dat de BVD Open 4 dus een mega-versie wordt. Ik denk dat ik het zo ga aanpakken. Dat is natuurlijk nog allemaal niet rond. Je krijgt het natuurlijk allemaal te zien in de aankondigingsvideo die dus binnenkort online zou komen. Want ik denk dat het enige wat ik kan leveren aan Rocket League content dan games bekijken is, I guess. Als ik de gameplay niet kan maken. Oh my god, doe dit, dude. What the fuck? Hij heeft het gewoon gedaan. How is het mogelijk, gek? Nice one. Oh my god. Dit had ik niet van hem gedacht. Ik was gewoon lekker aan het praten. Dacht, ah, hij tikt de grond wel aan. En ondertussen maakt hij gewoon een goal. Dat is wel cool. Oké, game nummer 2. Met dezelfde gasten. Het is gewoon een normal game trouwens. Ik zou nooit rank doen wanneer ik in zo'n situatie zit als dit. Jullie zagen trouwens net ook alweer van dat mijn controller... Oké. Dat was mijn fout. Dat was niet mijn controller. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie ervan uitkijken naar het nieuwe Rocket League toernooi. Alles wordt dus uitgelegd in een video. Dus als je nu nog te weinig info hebt of vragen, wacht gewoon even tot die video online komt. Maar alles wordt helemaal goed geregeld. En in de tussentijd moet ik dus het een en ander kunnen doen. En ik hoop dus dat een beetje casten en alles ook gewoon prima is. En trouwens, waar ik trouwens over net aan het praten was trouwens. Ik zeg heel veel trouwens dus één zin. Maar oké. Je moet maar eens opletten. Als ik een bocht naar rechts maak, dat ik soms heel licht stuur. En nu moest ik gewoon rechtdoor rijden. En dat was... Ja, fuck. Ik zuig, maar hij heeft in ieder geval op 420 gescoord. In ieder geval, als ik soms een scherpe bocht naar rechts moet maken, zal je zien dat ik een keertje niet goed naar rechts kan sturen. Het zuigt echt. Het zuigt echt. Het is zo naar. Daarnaast voelt het ook alsof mijn controller heel erg vertraagd is. Maar ik denk dat dat niet het grootste probleem is. Maar oké, misschien komt het ook gewoon omdat hij dan zwaar stuurt. I don't know. Het is heel vreemd. Oh god, ik sta veel te dichtbij. Half flip. Here you go. Oh, de half flips. Nee, fuck. Ik had hem veel beter kunnen clearen als ik gewoon iets rustiger was. Verdomme, maar ik had wel een mooie half flip. Ik bedoel, hij was nodig. En het had me kunnen redden als ik hem goed had geraakt. Verdomme. Oh my god. Maar oké, we gaan het gewoon doen, dude. We gaan het gewoon doen, worried. Ik heb vertrouwen in je dat je goede passes kan leveren naar mij. En niet alleen naar blauw. Oké. Maar dat maakt niet uit. Oké, let's go. Let's go, let's go. Oh. En nu de flick. There you go. Hoppakeetje. Oh, die vond ik wel eigenlijk best wel netjes. Ik bedoel, ik fakte een soort van die 7 uit. Want hij verwachtte volgens mij dat ik gedijk ging schieten. En daarna verwachtte hij de flick niet. Dus dat is wel nice. Ik heb eigenlijk gezorgd voor een Brazil setup. Maar oké, dat maakt niet. Oh, hij wil dat ik de shot neem. Yo, dude. What the fuck? Dan heb je een beetje laat gecommuniceerd als je dat op de laatste seconde doet. Maar oké, als je nu naar voren gaat en even zorgt dat de bal erin gaat. Oké, maakt niet uit. Dan doe ik het wel. Oké. Hey, een centerbal. Of is dat een schot op goal? Het was een schot op goal. Maakt niet uit. Even jouw boost jatten. Oké. Even zien of hij mij kan... Ik kan niet praten. Ik ben zo geconcentreerd. Oké, hallo. Wat deed jij daar? Ik dacht ik kan hem leuk doortikken. Dan is hij de midden. Maar oké, blijkbaar kwam hij daar vandaan. Ik ben sowieso heel slecht in position de laatste... What a save! What the fuck was dat? I don't even know, man. Oh god. Oké, ze gaan scoren, let op. Oh, ze gaan... Oké, jawel. Oh, die save van mij eerder, yo. What the fuck? Die was best wel cool. Oh god, bochten. Hallo? Oké, ja? Oké. What the fuck? Oké, bocht naar links ging ook. Oké, fijn teammate. Hè? Bedankt. Oh god. Oh god, oké. Situatie onder controle. Even naar het midden flikken. There you go. Oh, dude, dat was een open goal. Oké. Of in ieder geval een soort open goal. Maakt niet uit. Nog een keer. Nee, ook nog niet. Weet je het zeker dat je niet wil gaan? Ik bedoel, ik had 2 schietkansen. Maar maakt niet uit. Oké. Hey, slots of vlots. Kik hem eens even in dan. Dankjewel. Hey, yo. Kijk, als mijn team nou gewoon een beetje meewerkt, dan kan ik gewoon scoren. Ik bedoel, ik gaf hem net 2 schietkansen. Oh, dat is best wel een goede paas. Laat ik die even readen. Oké, misschien ook niet. Stiekem dacht ik wel dat hij zou wachten, want ik kon op zich die redirect hebben. Of in ieder geval de paas naar hem toe. Maar als hij dan in de lucht springt, dan kan ik ook niet naar paas. Ik heb geen boost. Oké, ready for the dribble. Ready for the dribble. Ready for the dribble. Ik ben niet ready for the dribble, maar de paas komt wel naar mij toe. Oh shit, what up. Oh shit, what up. Paas is even naar mij, mijn vriend. There you go. Easy game. Nice pass, yo. Dit was een best een goede pass, laat ik eerlijk zeggen. Het was gewoon netjes. Het was gewoon heel netjes. Oké, 3-4, jongens. Nog 1,5 minuut te gaan. Geloven jullie in de comeback? Ik niet. Maar oké, we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Here you go. Hier even een paasje naar hem toe. Nee, dat valt. Wat een hit. Oh my god. Oké, hier mis ik weer een boost. Dat is al fijn.
Kan ik deze tenminste even raken? Dankjewel. Ik vind het altijd eng dat als ik een contest moet doen, dat mijn controller bijvoorbeeld opeens niet werkt in een bocht. Want dan rent je er gewoon opeens naast, weet je wel. Dat is zo awkward als dat gebeurt. Dus ik hoop altijd dat het niet gebeurt. Maar het gebeurt best vaak. Ik ben nog best wel blij dat vandaag gewoon mijn controller best wel goed meewerkt. Ik bedoel, als je gisteren zag, dat was gewoon echt een hel om mee te spelen. Maar oké, teammate, we got this. Ik geloof in je, oké? Ik geloof in jou dat jij dit kan. En ik geloof niet zo heel erg in mezelf, want ik heb zo'n kutcontroller. En die ik trouwens elke keer de schuld kan geven. Dat is trouwens wel een voordeel. Ik bedoel, meeste gamers die hebben altijd iets nodig om zeg maar de schuld te geven voor als er iets fout gaat in een game. Nee! Oh, shit, ik had die cleared beter. Maar oké, maakt niet uit. Oh, god. En ik bedoel, ik heb dan nu een controller. Ik bedoel, maakt niet uit of ik op toetsenbord een spelletje speel. Als ik op controle... Oh, god. Dat had ik niet moeten doen. Ik geef voor een second touch waar ik niet had moeten gaan. Maar oké, oh, I'm so sorry. Oh, geef de pass. Oh, helaas ook niet. Verdomme, gaan we dit nou verliezen? Come on. Nee! Oh, god. Nee, what the fuck? Oké. In ieder geval, jongens. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. Meer Rocket League komt eraan. Ik moet alleen heel even goed uitvogelen hoe dit nou allemaal gaat werken. Want het is allemaal super lastig. In ieder geval, als je nog een nieuwe video wilt checken, check dan even hier. Als je nieuw bent op mijn kanaal en je wilt mijn kanaal even checken, dat kan hier. En dan dank je voor het kijken. En zie je op de volgende keer. Video. Keer. I don't know. Doei.